Ik heb eigenlijk per deegstuk veel meer opbrengst, omdat mijn deeg veel minder terugtrekt. Goedemorgen, ik ben Paris Ronny, technisch adviseur voor de firma Corman. Vandaag zijn we te gast in Westerlo bij Alex Holeman van bakkerij De Broodkruimel. Volg me maar. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag Alex. Welkom bij De Broodkruimel. Ja, dankjewel, dankjewel. Gaan we eens kijken naar de productie? Zeker. Okay. Kom maar mee. 30 jaar zijn we nu hier en dan blijkt echt wel dat we de juiste keuze gemaakt hebben met Corman. Hoe is op zijn gemak afrolen ook. Voilà. Dus Ronny, ik heb al veel van u mogen leren. En een van de dingen die dat we constant nu doen, is onze deeg, als we hem hebben dichtgevouwd, even insnijden. Ja, wat insnijden. Dat die boter langs alle kanten kan werken. Ja. Door het insnijden aan de dikste kant heb je een uitleiding langs de buitenkant en een uniformere. Ik heb eigenlijk per deegstuk veel meer opbrengst, omdat mijn deeg veel minder terugtrekt. Dus een makkelijke verwerking, goede smaak en meer rendement. Ronny, gaan we proeven? Met veel plezier. Oké. Okay. We zien. Salté. School, hè? Ik word hier sprakeloos van, hè.